Ja. Kom dan. Nee, ik hoef niet bang te zijn. Dat is hem. Dat is hem. En een kleine kopje boven water. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag ook weer zaterdag. En let wel, 1 augustus. En we leven al om 7 minuten over 2. Ja, het is laat. Ik ben niet vooruit te branden. Maar het was nou niet vanochtend. Met tijd dat ik naar bed ging. Ja, nu is het over 5, half 6 zoiets. Ja. Ja, dat heb je zo als je een heleboel te doen hebt op Facebook. En dat een heleboel waren nog wakker. Maar ik denk ook dat het door die benauwdheid komt. Ja, het is nog benauwd hoor, vind ik. Althans binnen, in huis. Ik heb boven het raam lekker open, zodat dat Ewen er niet uit kan. Hé, hey, ja. Kom dan. Nee, ik hoef niet bang te zijn. Nee. Ja. Maar in ieder geval, het is bewolkt, het is triest, het is grijs en grauw. Maar de temperaturen die, die telefoon liggen ze er niet om. Het is warm. Ik zal op de toon kijken, dat vind ik beter bekijken. Op de vlakte 20 graden. Nou ja, dat vind ik toch aardig warm op de vlakte. En dat met dit weer. Dus ja, zometeen wel mijn jasje aan, deze, die doe ik aan. En dan lekker even met Rijka lopen. Ja, en dan heb je toch weer een beetje frisse lucht. En dan zullen we het verder beleven wat ik vandaag ga doen. Ja, renderen. Ik moet renderen. Ik heb heel veel werk te doen. En deze camera moet ook weer leeg. Ja, er zit ook weer een heleboel in wat weer in mappen moet. Ik hou gewoon geen tijd meer over om andere dingen te doen. Nee. Ja, vanochtend heb ik kandels naar buiten gelaten. En ik vergeet weer wat mee naar boven te nemen. Nou ligt dat er nog. Nou ja, oké, ik kom het ook nog voor mezelf naar boven. Ja, enkel heeft geen pootjes, dus het moet meegenomen worden. Ja. Maar ook dat komt goed. Hé? Hé. Klaar. Mag niet. Maar in ieder geval, het komt allemaal ook wel goed, zeg ik al. En wat we verder gaan doen. Ik weet het echt niet vandaag. Dit is zaterdag. En dan gaat de telefoon. Nou, zal je het hebben? Karin, denk ik. Ja. Ja, schat. Ik zat net te vloggen. Nee, ik kon je niet ruiken. Dus ja, oké, ik zou zeggen, misschien dat we de markt nog even overgaan, althans. Die ruimen al om 4 uur op of zo, dus ja. Maar oké, we zullen het wel even bekijken hoe en wat. En daarna, ja, ik zeg tot straks maar weer. Doedeldokies. Ja, lieve vrienden, ik ben helaas niet weg geweest, niet de markt op. Ja, oké, ik ben met Rijk uit geweest. Maar ik was net wel op tijd thuis. En toen kwam mijn visite. Ja, en die wil niet in de vlog. Nee, dat doe ik dan ook niet. Nee, dat doe je niet. Nee, simpel. Hou ik ook niet van als er iemand daar een hekel aan heeft. Of helemaal niks met het hele internet heeft. Dat het niks interesseert. Dan doe je dat ook niet. Nee. Diegene heeft zelf niet eens internet. En diegene kwam ook onverwacht. Woont ook niet hier, woont elders, maar ik vond het wel even leuk dat die onverwachts kwam. Ik zag ik zie een klein hondje en die heeft hetzelfde roze korsetje dat Rijka ook heeft. Ja,
En dat is ook een heel lief hondje, nog kleiner dan dat Rijka is, kun je nagaan, een heel klein beestje. Zo lief, aandoenlijk. Rijka kent er al, een heel klein lief hondje. Maar in ieder geval, ik vond het wel even leuk dat diegene er was. En nou, met Karen de hele tijd gesproken, et cetera. Dus ja, ook hartstikke leuk. Roderick nog even gehoord, ook leuk. Nou, is er een, mijn programma is bezig te werken met dat filmpje. En dan proberen we nog weer een in elkaar te zetten. Even een beetje vooruit zien te werken. Ja. En ik ga zo even iets lekkers nemen. Ik wil een bak koffie en even wat flauw. Even een chipje erbij of zo. Ja, lijkt me wel wat. Maar ik zou zeggen, geniet verder, want hier het is nog wat bewolkt. Maar het zonnetje schijnt eindelijk weer even. Tussendoor. Ja, daar is donker dan aan die kant. Maar ja, de zon die staat daar ook, hè? Dus die schijnt die kant op. Dus ja, heerlijk weer. En ik zit met het keukenraamstukje open en met de tuindeur open. Zodat het even wat door kan tochten en dat het niet zo ziekelijk heet in huis is. Ja. Wat is er, Ewen? Ewen. 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 Oh ja. Nou dan. Ja. Waar ben je dan? Ja. Ja. Ja, is het zo? Hm? Ja, dat is de oudste. En zij was eerst van mijn pleegbroer. En ik ben maar wat wijs met haar. Ja. Ik had haar echte broer. Die was als eerste geboren. En die leek meer op zijn vader. En zij kwam uit het tweede nest. Mijn kat die kwam in februari. En zij kwam in augustus. Dus deze maand wordt ze 15. Ja, inderdaad. 15 jaar geleden. En toen was mijn kat ook geboren, enkel dan in februari, maar die is door een auto geschept. Ja. Die kon ik helaas niet langer meer binnenhouden en we waren verhuisd. En zij wou ook niet naar buiten, dat heeft ze nog nooit gedaan. Ja, in de tuin komt ze alleen nog met dit mooie weer, maar 's winters, we moeten er niks van hebben, nee. Blijft ze lekker lief in huis. Het is echt een huiskat en een tuinkat, maar dat voor de zomer. En kan zoals mijn andere kat, haar broertje, het rechterbroertje, die heette Gimli, ook uit Lord of the Rings. En die wou toch op een gegeven moment naar buiten nadat we verhuisd waren. Dus ja, dan laat je hem buiten. Het gaat eerst een paar dagen goed, het gaat een paar weken goed en dan ineens komt hij niet meer thuis. En dan krijg je van de buren te horen verderop dat hij in een steegje lag, dat hij er niet meer was. Ben ik wezen zoeken, maar ik heb het nooit niet kunnen vinden en het is maar goed ook. Want hij zag er kennelijk niet meer uit, ze hebben hem weggehaald. Maar in ieder geval, dat was mijn Gimli. En Ewin, dat was een echte zusje en dat kon je ook merken, hè? Bij zijn ouders vandaan kwam, dat rook hij gewoon. En dat was nog maar een paar maandjes, ja, februari, nou dat is maart, april, mei, juni, juli, augustus, was hij nog maar een half jaartje, dus hij ruikt dat nog allemaal. En hij heeft haar ook gewoon zo opgevangen en zo lief en later was het toch
naar buiten gegaan, maar niet beneden, nee, boven in een dakgoot. Nou, die dakgoot was heel breed. Daar kon je een maatje 42 kon je er zo inzetten in de breedte van die dakgoot. Kon je er zo dan inzetten en dan had je nog ruimte. En daar was ze ingegaan, maar ze was al helemaal aan het einde. En terugkomen, ze dorst niet, ze wist niet hoe en wat. Ik zeg, ik pak Gimli op en die zet ik ook daar neer. Ik zeg, kijk, je zusje. Ik zeg, je Eowyn. Ik zeg, haal het maar op. Wat denk je wat die deed? En dat is dan een kat. Dan denk je van, je kan alleen nog honden wat leren of wat zeggen. Maar hij hoorde me toch en hij luisterde toch. Want hij keek me ook aan en hij liet ook een traantje zien. En het was net alsof hij wou zeggen, vrouwtje, het komt goed. Toen liep hij gewoon op zijn eigen tempo die kant op. En hij heeft haar gewassen weer, waar die erbij kwam. Helemaal aan het einde van het dak, gewoon eventjes wassen, eventjes zeggen van, nou, ik ben het, je broer. Je moet meekomen, je moet naar huis. Nou, toen heeft hij erin een nekvelletje gepakt en hij is achteruit gelopen, zodat zij vooruit liep. Toen liep hij het ruim een stukje voorbij, zodat ik haar op kon pakken. Ik heb het voor bed gedaan en toen kwam hij weer terug en toen heb ik hem ook opgepakt. Ik heb hem geknuffeld van dankjewel, lieve schat. Ik heb hem ook op bed gezet. Hij begon zijn zusje weer te wassen. Ik ben erbij gaan zitten. Ik heb ze allebei zo zitten te aaien. Nou, hoe mooi is dat, hè, van een kat. Je hoort 19 keer, je kan een kat niks leren, nou degelijk. En je moet het alleen laten zien, van kijk, halen. Ga er halen. Hij heeft het gedaan. Nou, hoe mooi is dat? Dat zie je niet vaak. Maar oké, ja, ik ben heel dankbaar met beestje. Hij is ook in de hemel al jaren. En doet me nog zeer als ik erover praat. Maar dat hou je toch, hè? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie middag, het namiddag. Het is 16:51, bijna 5 uur. Ja, ja. Ik ga dus een bakje koffie maken en even een beetje chipje erbij, want ik ben wat flauw. En ik zeg tot later. Ja, en ik ga daar weer aan het werk. Moet gedaan worden. Ja. Dus als je werk hebt, dan kan je niet zomaar op de pieren waaien weggaan. Nee. Ik wil zoveel mogelijk naar YouTube zien te brengen. Dat ik, als ik eens zeg van ik heb geen zin. Of ik voel me niet in orde. Of ik wil weg met jullie. Of wat dan ook. Of ik krijg inderdaad visite. Dat ik dan daar de tijd aan kan geven. Maar nu, terwijl ik ook visite had, ben ik toch doorgegaan, weet je. Dus ja, dat is ook verkeerd eigenlijk. Maar ja, ik zeg het moet. Ja. Oh ja, en gisteren in de groep van de 50+. Hebben we nou één keer in de maand, geef ik een zilveren award. Ja, een zilveren. Dan ga ik die award even opzoeken voor jullie. Laat ik die even zien. Nee, dat is hem niet. Ik moet Gaat dat? Die hebben. Dan moet ik hem openen met... Ja, openen. Nou, met foto's. En dan kan jullie hem zien. Even wachten. Hij vraagt nogal veel. Zo dan. Ik weet wel waardoor. Ja. Die is nog bezig. Ik kan het nog helaas niet laten zien, want hij is bezig. En ik kan hem niet openen. Althans, dat lukte niet. Nou, ga ik die weer sluiten. Nou ja, laat maar. Ik doe het... Nou, het wil helemaal niet meer de zand lopen. Nou, gaat goed. Lekker dan. Oh jee, heb ik weer. Ja, nou ja, ik hoop dat het allemaal goed blijft gaan. En dan merken we het wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En ik laat het laat. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Oké. Nou, gewoon op. Oké.
die het nog maar doet. Ja, die doet het nog. Nou, de andere doet het niet meer. Nou, dat laat ik dan later wel zien, ja. Hoor dat? Nee, wat. Maar oké, okay, ik zou zeggen, tot later. Doei. Nou, lieve vrienden, hier langs de gracht, ben ingezoomd. Maar er is een zeehondje, dat babytje. Die zwemt hier rond, maar ik zie er even nou niet. Ze kwam al een paar keer met een kopje omhoog. En ik krijg een kippenvel, tranen van. Maar ik zie er nou even niet meer. Babytje, kom naar boven, lieverd. Ik zie er niet meer, waar is ze nu? Ze wil allerlei kringen aan. Zien jullie er? Zien jullie hem? Rijka hier. Rijka hier. Je trekt. Zien jullie hem nou of niet? Raar, hè? Ja, wat komt er van met die... Ja, zou je het beleven? Ik zag hem net een paar keer omhoog. Met zo'n kleine kopie. Met die kralenoogjes. Nou, wat verdikkie. Als je aan het vloggen bent, moet je je camera anders houden. Waar? Waar? Ik zie hem niet. Daar, ja. Dat is hem. Dat is hem. En een kleine kopje boven water. Hij is weer naar beneden gedoken. Of zij. Nou, hij moet hier al aan deze kant zitten. Ik ben naar de andere kant gegaan, zoals jullie allicht zien. En ik wacht tot hij eigenlijk weer met het kopje boven komt. Het is af en toe is. Dus ik ga even lopen terwijl jullie wel ingezoomd zijn. I am so sorry. Ik hou de boel in de gaten. Of was de andere kant op gegaan? Dat kan ook nog, maar we zijn net continu aan deze kant. Zo jammer dan, hè? Hier blijven. Hier blijven. Dat getrek. Jammer, hè? We gaan het in de gaten houden. Maar zoals dus hier vorig jaar ook al. Of hij, het, wat mag het zijn? Waar is? Hij is wel naar de andere kant. Nou ja, hij is naar de andere kant. Ik doe jullie weer uit. Ja, lieve vrienden, we gaan op de booster nog even weg. Ik vond toen net met mijn andere mobiel. Heb ik voor jullie gevlogd. Eén zeehondje. Dus we gaan er weer achteraan.
En nou met de booster, want ik ben bek af. Ik heb mijn benen uit mijn lijf gelopen zoals. Dus ja, nou ga ik dus met de booster en wat rijker thuis. Dus we gaan met die banaan. Tot straks. En ja, ik hoop dat ik hem vinden kan. Logisch, hè. Ik ga geen richting die kant. Ja, richting mijn broer. Of het een zij is, of een hij is, of een het is, weet ik niet. Maar in ieder geval ging die kant op. Ik lag hier in de gracht. Ja. Nou, lieve vrienden, helaas kunnen niks aan doen. Maar ik zag hem nergens meer. Nee, heel erg jammer. Maar ik heb mijn best gedaan. Ja, ik had mijn booster maar bij mijn broer geparkeerd. En die hebben niks door gehad. Nee, wel zo grappig ook. Die zaten lekker te eten. En ik denk, nou, laat me lekker eten dan. Ja, dan, maar ik heb zelfs nog mijn klakson gedrukt. En die doet nogal heel erg hard, omdat mijn luchthoren die is eindelijk weer vol met lucht gepompt. Dus ja, dat geeft een hoop lawaai. Nee hoor, ik werd niet omgekeken, niks. Ik denk, nou oké, maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik ben weer terug. Ik ga nou de diertjes eten geven. En mijn medicijnen rammelen al voor de derde keer van, hé, je moet je medicijnen nemen. Dat wil ik ook allemaal nog doen. Het zal nog eten. Dat al met al, ja, het is al 9 uur geweest. Ah, oh, wat erg. Maar ja, maakt niet uit. Ik kan er ook niks aan doen. Ik was op zeehondenjacht. Ja, moet ook gebeuren. Maar ik heb hem, als goed te zien is, en dat moet te zien zijn, dan moeten jullie maar ook desnoods op dat stukje de film stilzetten en dan inzoomen of wat dan ook. Maar ik heb hem erop, met een kleine kopje boven water. Nou, heerlijk. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal gelijk verder nog een hele fijne, genoeglijke, liefdevolle avond. Voor later wel te rusten en natuurlijk morgen weer gezond op. En geniet van alles wat jullie doen gaan. Ga ik ook doen. En vooral nu ga ik eerst even lekker een hapje eten en met dit zorgen. En ja, we zien wel waar het schip strandt. Dus zeg maar in ieder geval tot morgen. Doei!